eerste doelpunt van deze wedstrijd en de spelers zijn door het dolle heen. Yo mensen van Lubbe Games, jullie kijken deze nieuwe video op dit kanaal. Vandaag gaan we weer eens een keertje FIFA spelen. FIFA 18 weer, FIFA Ultimate Team kreeg heel veel positieve comments onder de vorige video. In ieder geval gaan we deze video kijken of we ons kunnen kwalificeren voor de Weekend League. We hebben nog een paar pogingen over. Dit is ons teampie nog steeds. We gaan dus even kijken of we ons inderdaad kunnen kwalificeren. Dit is in ieder geval de eerste ronde. We komen tegen deze tegenstander met twee icons en een team of the year. Echt prima team. 186 rating. 86 rating overal. Dus een prima teampje. We gaan eens even kijken of we deze gozer wel aankunnen. Tot nu toe is er nog niet echt heel veel gebeurd. Het is 0-0 bij rust. We hebben beide al wel een beetje kans gehad. Tegenstander al iets meer. En dan hier in de 64 minuut doen we een 1-2'tje met Kane en Gabriel Jesus. Kane die krijgt hem terug en die schiet hem lekker in de linkerhoek. En we staan met 1-0 voor. En eigenlijk dacht ik bij de 90 minuut dat we de buitel binnen hadden. We zaten eigenlijk best wel diep in de blessuretijd. Maar dan komt tegenstander hier nog met een afstandsschot. En dan wordt het alsnog 1-1. En gaan we gewoon verlengen. We zijn alweer in de 95e minuut met tegenstander, weet zelfs nog te scoren. Dit wordt namelijk de 2-1 best wel een mooie schot, al zeg ik het zelf. Prima, 2-1 voor de tegenstander. Maar gelukkig weten wij al gauw weer terug te komen. Dit is alweer een eigenlijk gelijk de aftrap naar de goal. We passen een beetje over, doe ik altijd een beetje zo voorzichtig. Licht gaan we opbouwen, dan pas ik gauw naar voren. Doen we een 1-2'tje als het goed is. Ja, Jong die krijgt hem aangespeeld. We spelen in ieder geval lekker een beetje rond. En uiteindelijk gaat dat zorgen voor de 2-1. Hier doen we een mooi paasje, doen we door en is het gelijk alweer 2-2. Let's go. En hebben we toch best wel snel op gelijke hoogte te weten te komen met mijn tegenstander. Dan gaan we hier weer lekker aanvallen. Jong komt mee. Rose die ik nou eens heb ingewisseld, die komt mee. En gelukkig weet Gabriel Jesus hem erin te koppen. En we staan 3-2 voor. Dan krijgen we nog een corner hier in de 113 minuut. Kane weet hem gelukkig in te koppen en we staan heel comfortabel met 4-2 voor. We weten zelfs nog de 5-2 te maken. Hier komt een mooie paas en uiteindelijk weet weer Jesus hem erin te schieten. En we staan met 5-2 voor. Dit kan niet meer misgaan. En inderdaad, we hebben met 5-2 gewonnen zoals jullie kunnen zien. En we gaan gauw verder naar de volgende ronde. Goed, let's go. Kwartfinale en we komen tegen dit team. Yes. Was een goed team. Zoals jullie ook al kunnen zien heeft deze gozer al eerder Weekend League gespeeld. Dus ik wist eigenlijk al bij mezelf dat dit een hele lastige opgave werd. Het ging inderdaad compleet mis. Hier kwam de 1-0. Hier kwam de 2-0. We hielden het lang vol. Eigenlijk helemaal niet 3-0. Dit hielden we wel iets langer vol. En hij ging het ook nog tramp. En toen werd het 4-0. En toen dacht ik zo van ja, weet je, laat maar. We gaan gewoon lekker verder. Voordat we verder gaan met ons kwalificeren voor de Weekend League, gaan we hier even de Cultural Exchange doen. Dat is een nieuwe squad building challenge onder het kopje Advanced. Die hebben ze eindelijk weer eens een keertje, een nieuwe SBC dus toegevoegd. En we begonnen net met de eerste, daar kregen we wat coins voor. Hier krijgen we ook weer een lekker pakketje voor, een goudspelers premium pakket of een goudspelers pakketje. En hier krijgen we ook alweer een lekker pakketje voor. En die gaan we nu eens openen. Yes, het allereerste pakketje gaan we openen. Het is een goudspelers premium pakket. 24 items, 20 goud, 7 zeldzaam. Zal dus waarschijnlijk niet echt iets goeds in zitten. En we gaan eens even kijken wat erin zit. Hier inderdaad een Colombiaanse spits uit de Bundesliga. De rest van het pakketje stelt eigenlijk ook niet heel voor. Nog één gouden zeldzame speler. Voor de rest allemaal gouden spelers. Die gaan we lekker naar de transferlist sturen. En voor de rest discarden we alles. Dan, nu. Hoppakee, we pakken gewoon een Once to Watch. Ik had het helemaal niet verwacht. Eerlijk gezegd was eigenlijk ook helemaal niet echt een goed pakketje. Maar alsnog beter een Once to Watch te pakken. Hartstikke lekker. Het is niet... Eigenlijk is het een hele slechte. Maar alsnog gaat hij voor... 20 of 25k, dus ik was hier ontzettend blij mee. Gewoon, ik had überhaupt niet eens verwacht dat ik ooit een Monster Watch zou packen. Gelukkig is dat wel gelukt. Super blij mee, dus die hebben we gaan we gelijk lekker naar transfer sturen. Ook Rudiger nog, die kan ook nog wel voor coins gaan. Kampel. Maar voor de rest zeker een hartstikke lekker packje om te krijgen. In het laatste pakketje die we nu openen zit eigenlijk helemaal niks. Nog wel een, volgens mij was het een Duits centimid van Wolfsburg 7. 79 is het hoogste. Maar daar blijft het ook bij.
ja, voor de rest nog wel een beetje spelers die we nog wel kunnen verkopen. Maar de meeste spelers gingen eigenlijk gewoon voor 700 coins. En ja, dat was het eigenlijk wel een beetje. Met de winst die we gemaakt op alle spelers hier, hebben we uiteindelijk genoeg coins weer gekregen om de laatste SBC te voltooien. En daarmee ook het pakketje te unlocken van de groep SBC. En zoals jullie kunnen zien, inderdaad, culturele uitwisseling, cultural exchange. 5000 coins hebben we hiervan gekregen. En we gaan maar eens even kijken wat in deze pakketjes zit. Oeps, heb ik helaas niet opgenomen, sorry. Goed mensen, dan gaan we verder met de squad battles. En Kane weet hem hierin koppen. De bal komt er weer uit, maar hij is over de lijn geweest en we staan met 1-0 voor. Omdat we goed druk zetten hier met Lingard, duwt hij eigenlijk de speler omver. Speler raakt er geblesseerd bij. Wij kunnen gewoon zo doorlopen en we maken de 2-0. Dan gaat de computer nog echt helemaal alles op de aanval zetten, waardoor er achterin veel ruimte vrijkomt. En daardoor weet Kane de 3-0 te maken en krijgen we aardig wat punten voor deze wedstrijd. Dit zijn in totaal iets van 2000 punten als ik me niet vergis. Yes, daar komt het erop staan. 2200 punten hebben we gekregen en we gaan gauw door met de volgende wedstrijd. In de volgende wedstrijd kwamen we tegen deze tegenstander. Dat was nog een beetje gebukt daarboven, die 3-0. Dat was niet een heel goed team. Hij had wel Icon. Rio Ferdinand is een hele goede Engelse verdediger die natuurlijk eigenlijk perfect in mijn team zou passen. Heb ik helaas niet de coins voor. Maar we gaan wel gewoon kijken of we deze gozer ook weer weten te pakken. Al gauw aan het begin van de wedstrijd weten we een penalty te versieren en weten we deze ook in de goal te schieten en daardoor staan we 1-0 voor. Vanuit een corner weten we de bal weer bij Jong te krijgen die weer een hele goede voorzet geeft op Jesus en Jesus kopt ons naar 2-0. Door goed druk te zetten van Herrera weet hij de bal te onderscheppen en voor te geven en weet Dele Alli hem erin te koppen en staan we 3-0 voor. Het blijft uiteindelijk 3-0 en daarvoor krijgen we 2210 punten en gaan we door met de volgende wedstrijd. Dan in de volgende pot komen we tegen dit team met 3 icons in de voorhoede. 85 rated team overal. En we gaan maar eens even kijken of we ook hiervan misschien wel kunnen winnen. De eerste goal in deze wedstrijd wordt gemaakt door de tegenstander. Die weet hier goed doorheen te combineren. En uiteindelijk maakt Ryan Golan hem af. En staan we met 0-1 achter. Maar erg vroeg in de wedstrijd, dus er kan natuurlijk van alles nog gebeuren. Pas in de tweede helft weten we gelijkmaker te scoren. Hier wordt goed gecombineerd door Jesus en Kane. En weet Kane hem in het netje te schuiven. En zo staan we weer op gelijke hoogte. Niet lang na de 1-1 weet mijn tegenstander weer te scoren. Weer goed gecombineerd door de verdediging. En ook weer Nainggolan prikt weer zijn doelpuntje mee. En zo staan we weer achter. Gelukkig weten we door goed druk te zetten de bal in de 82e minuut te veroveren. Hier houdt Lingard mooi even de bal vast. En geeft hem door aan Kane die hem weer weet af te maken. En we staan weer gelijk 2-2. Door goed te combineren vanaf de aftrap weten we eigenlijk gelijk alweer te scoren. Je loopt even iemand mee en Kane die weet hem af te maken en die zorgt ervoor dat we 3-2 voor staan. Lekker Kane. Dan zie je Kane weer aan de bal, die speelt hem door op Lingard. Lingard houdt even in, wacht even tot Kane weer voor de goal komt en Kane kopt hem erin en we staan met 4-2 voor. Dan weten we zelfs nog de 5-2 te maken als Rooney Kane hier diep stuurt. Kane rent en rent. En weet hem uiteindelijk in de linkerhoek te schuiven. En dan is het toch 5-2 geworden deze wedstrijd. Inderdaad, het boek is 5-0 en het blijft 5-0. En dat betekent dat we weer lekker wat puntjes binnenkrijgen. We krijgen namelijk 2500 en dat is prima. En dat zorgt ervoor dat we in goud E staan. Dat is hartstikke lekker. En dan is dit de laatste winst die we hebben gehaald uit de spelers die jullie niet hebben gezien. Die ik in packs heb gekregen toen. Dat waren de packs van de Cultural Exchange. Die ben ik vergeten op te nemen. Maar dat was dus de winst. En we hebben nu best wel wat coins. Hartstikke prima. Goed mensen, dan gaan we verder. Once to Watch SBC was dit volgens mij. Dit was Lucas Moura. Die hebben we even rondplied. Dit was van Parijs. Was dat naar Noord-Ierland. Dus dit hebben we best wel goedkoop volgens mij gecomplied. Nederlandse spelers waren best wel duur volgens mij. Meestal lagen we rond de 3-4k. Dus het zou wel fijn zijn als we inderdaad hier iets goeds in zouden krijgen. Ook deze completen we. En dat betekent dat we deze ook hebben gecomplied. Group SBC hebben we gecomplied. Lucas Moura. En we krijgen hier een goud spelerspakket van de laag. Gaan we eens even kijken wat hier nou eigenlijk wel in zit. Oké, het eerste pakketje dat we krijgen heeft geen borden, wel één rare speler. En dat is, ik dacht, Aurier volgens mij van inderdaad Ivorcus. Prima spelletje kunnen we nog wel voor 1,5-2k verkopen. Dus dat is best wel lekker. En de rest van de spelers die
gaan we natuurlijk ook naar transferlist sturen, want die kunnen natuurlijk allemaal verkopen voor coins. Het volgende pakketje is een premium jumbo spelers of een premium jumbo goud pakket, dat was het. Ook hier zit een rare in, een dun pakketje, en dit is Golovin 79 reden, niet heel goed pakketje, maar je krijgt natuurlijk altijd nog een beetje consumables die natuurlijk altijd handig kunnen zijn, contractjes, fitnesskaartjes, en de spelers sturen natuurlijk lekker naar transferlist. Dan het laatste pakketje die we openen, zitten hier borden in? Nee, helaas niet. Wel drie rare spelers. En de beste is Liechtensteiner van Juventus. Die kan natuurlijk altijd nog wel voor 2.000 verkopen. En voor de rest zit er nog een Sanchez in. Die is natuurlijk altijd fijn om nog even te verkopen. Kan altijd nog wat coins waard zijn. En de rest sturen we naar de club. En gaan we lekker alles verkopen op de transferlist. Dan krijgen we nu nog even wat squad battle potjes te zien. Hier weet Walker de bal voor te geven op Gabriel Jesus. En die weet hem in te schieten. En daardoor staan we 1-0 voor. Jong die komt heel vaak mee. Weet hem hier goed voor te geven op Kane. En Kane die zorgt ervoor dat we met 2-0 voor staan. Dan komt Jong nog een keer mee. Aardig wat doelpunten in de eerste helft. Weer Jesus dit keer met zijn hoofd. En die zorgt ervoor dat we uiteindelijk met 3-0 winnen. 760 points. En dat betekent dat we weer lekker wat punten erbij hebben gekregen. We krijgen in totaal voor deze wedstrijd 2250 punten. Dat is een mooi afgerond getal. En dat betekent dat we voor nu in goud 1 zitten. Dan komen we bij het volgende potje aan. Gabriel Jesus geeft de bal op Walker. Die zorgt ervoor dat we vroeg in de tweede helft met 1-0 voor staan. En daar blijft het ook bij. 1-0. En dat levert ons niet zoveel puntjes op. 1600 volgens mij hier inderdaad. Iets van 1600 is het meestal dan als je maar met 1-0 wint. Wel legendary in ieder geval. Hier het derde potje alweer. Son met een mooie afstandsschot. Was het Son? Ja, volgens mij wel. Ja, geweldig afstandsschot. Die zorgt ervoor dat we op voorsprong komen. Dan hier Herrera nog met een mooie voorzet op Kane. En die zorgt er uiteindelijk voor dat we met 2-0 winnen. Weer 700 coins. En dat betekent dat we rond de, ik denk misschien net 2000 punten krijgen. Ja, oh, nou, precies zelfs. En dat zorgt ervoor dat we in bijna bij Elite 3 zijn. Dan wordt hier Kane mooi weggestuurd. Zorgt ervoor dat we met 1-0 voorkomen te staan. En dan volgen er nog een aantal mooie doelpuntjes. In ieder geval, mensen, ik wil hier vast de video beëindigen. Mocht je deze video leuk vinden, dan kun je natuurlijk een like deze video. Allemaal natuurlijk op onze kanaal, dus in de beschrijving. En ik ga zeker proberen om meer FIFA te uploaden. En binnenkort ook gewoon weer Weekend League te spelen, want dat lijkt me echt super gaaf. Hier in ieder geval nog de 2-1. En dan, weet niet of we nog een goaltje krijgen. Krijgen we nog een goaltje? Nee, dat was het dan. Het blijft 2-1. In ieder geval, mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Bedankt voor het liken. Reageer nog even lekker als je dat wilt. En ik zie jullie graag in een van de volgende video's. Tot de volgende keer, mensen. Later.